Oh, die moet nog. Blazen. Oh, 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 snel jongens. Bijna. Kom op, Buck. Zet hem op. Hallo, wij zijn de zoete zusjes weer. En vandaag gaan we het superleukste doen. Namelijk... Frozen Shirtjes! Hoe werkt het? Nou, in onze ijskast... We hebben allemaal je shirts. Ze zijn keihard. Helemaal bevroren. En we gaan dus een challenge doen. Wie het eerste deze shirt aan heeft, dat wordt vast heel erg moeilijk. Die heeft gewonnen deze challenge. En ik denk, kijk, ze zijn allemaal keihard. Ja. Ja. Dus deze van ja. Mij en deze van mij. En deze van mij. En die groene is van mij. En deze is van mij. Janne doet die mee, omdat ze het een beetje te koud vindt. Maar Janne, je gaat zijn jullie er klaar voor? Ja! Het idee is dus, wie als eerste zijn t-shirt aan heeft, die wint deze challenge. Nee. En lukt het hier? Ja, beetje. Papa, hoe doe je dan de shirt aan? Ja, moet die eerst helemaal ontdooid zijn. Lukt het, Bram? Oh, dat begint er al een beetje op te lijken. Het is echt moeilijker dan je toch? Gaat het een beetje goed, Bert? Ja, kijk, ik heb al wel hier wat stukjes. Oh ja, nou, jij kan hem al bijna aan, joh. Nee hoor. Echt moeilijk. Moeilijke challenge. Makkelijke. Makkelijke challenge. Nou, hoe ver ben jij dan? Zo. Wow. Moeilijk. Kijk, vliegtuig. Beetje in de zon. Volgens mij is het ook slim. Kijk, Joep is lekker aan het voetballen. Is dat een nieuwe techniek? In de zon voetballen. Oeh, dat lukt niet. Uitkijken dat je shirt niet kapot trekt. Ja, kijk. Dat kan natuurlijk gebeuren. Kijk, geen gaten erin trekken. Kom je al een beetje in de buurt? Oh, ik zie al een mouw volgens mij. Dat zien? Ja, dit begint al meer op een shirt te lijken. Kijk maar, zo goed stuk het komt. Zitten ze hoor, broers. Punneken met een t-shirt. Hallo. Oh, Sa is goed bezig. Dat begint al ergens op te lijken. Yes, ik heb weer een stukje. Ja, heb je een stukje? Ja, met dit. Oh ja. En je mag het shirt niet in het water gooien. Dat zou wel heel machtig zijn. Dan moeten we de spelers disqualificeren. Je gebruikt een nieuwe methode. Oh, je slaat gewoon je shirt weer los. Er zit nog een drummer. Nee. Slaat plat. Kijk, ik ben het beetje. Kijk, Pup die gaat nu grof geweld gebruiken. Helpt dit? Lekker joh.
Het is lekker koud, of niet? Wie gaat er winnen? Is dat Puk? Of is dat Branda onder de palmboom? Of is dat Saar, Joep of Guus? Er wordt in ieder geval hard gewerkt. Ja, dat is in het i'tje. Wie denk je dat er gaat winnen? Zit het hier in dit i'tje? Ik! Je moet het shirt aan hebben. Dus als je je shirt hebt ontdooid, moet je hem helemaal aan hebben. Ja, tip als je dit thuis wilt doen. Je moet niet te hard trekken aan die randjes, want dan kan het scheuren. Dus gewoon met beleid. Of gewoon nog beter, een oud shirt. Gaat het goed, Puk? Ja. Zet hem op, hè? Ja. Kijk eens, daar is er nog één bezig. Boe aan het ontdooien. Is het ook oud shirt? Ja. Kijk. Nou, dit begint er al op te lijken. Dit duurt echt een eeuwigheid. Dit is een challenge, daar moet je even de tijd voor hebben. Hop, dop vliegt eraf. Wow! Helpt het? Ja. Bijna bij wie? Bijna. Oh ja, gaat goed. En bij jou? Bijna. Dit stukje. Wie denkt dat er gaat winnen? Moet even zijn vinger opsteken. Oh, allemaal nog. Hoe graag wil jij winnen? Heel graag. En jij, Guus? Ik wil heel graag winnen. Je wil heel graag winnen. Ik merk het, jullie zijn fanatiek. Bijna. Kijk, kijk, kijk. Bijna. Bijna? Ja. Ja. Joep, begint het ook op een shirt te lijken? Ja. Oké. Kom op nou, hè. Kom op nou. Pak die laatste meters. Zorg dat het shirt weer normaal wordt. Hey Guus, wat ben jij aan het doen? Hey, ben je de mat aan het kloppen? Kom op, Puk. Wie is er in de buurt? Hier. Ja? Oh, oh, oh. De mouwen. Het is nu spannend. Joep, gaat goed. Ik ga hem aantrekken. Ga je hem aantrekken? Hebben we hier bijna een winnaar? Kan het al? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Daar zijn ze nog druk bezig. Wie trekt zijn shirt aan? Wie trekt zijn shirt aan? Wie gaat er winnen? Is het Saar? Lukt het? Lukt het? Lukt het? Gaat het lukken? Nog één bevroren mouw. Oh, die moet nog. Blazen. Oh, 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 snel jongens. Daar wordt nog hard gewerkt. Maar kijk hier bij Saar. Is dit de winnaar? Yay! Ja! De winnaar van de Frozen Shirt Challenge. Dit is nummer 1. We gaan nog voor nummer 2 en 3. Kom op, Puk. Zet hem op. Joep gaat de poging wagen. Kijk, daar gaat er al eentje zijn shirt proberen aan te trekken. Guus doet hem al aan. Even kijken hoor. Daar gaat hij. Gaat hij hem aandoen? Dat eenmaal. Krijgt hij de laatste maal om? Gaat het lukken? Gaat het lukken? Maar lukt het nog niet? Kijk, bij Puk gaat het nog niet zo lekker. Maar Joep heeft hem aan. Zij het met wat gaten? Ik heb een gatenshirt. Hé, hey, maar je bent wel de nummer 2. Wordt dit de nummer 3? Gaat het lukken? Gaat het hem lukken? Gaat het hem lukken?
Ja! De nummer 3, Guus! Kijk, daar zit er nog eentje heel hard te meppen met een beachball set. En daar gaat er eentje proberen het shirt aan te doen, dat is Bram. Gaat het lukken? Ja. Gaat het lukken? Ja! Ja hoor, ook Bram die heeft zijn shirt aan. En krijg jij hem nog aan? Probeer het! Over je hoofd! Shirtje omhoog en abonneer op ons kanaal. Onder onze video. Doei! Zet hem op, pup!